Dus ze hebben dus niet draaien. Zullen we dan niet alles oefenen? Ja, nu in de winter, dat is het makkelijkste. Ja. Ja, en ik moet dat los doen, hè? Ja. Moet ik het al los doen? Je moet het langer aangetrokken houden. Op de bak van de golven? Ja. En de loop rechtin? Ja. Oké. Oké, en nu? Dus trek de rechterkant goed aan. Ja. Ja. Dan gaan we dan heel mooi draaien. Ja. Oké. Okay. Dan maak ik de motor daarna los. Ja. Ik ga mooi draaien. Oké. Okay. Zijn we aan het draaien? Ja, nu moet je stoppen. Oké. Er komt nog een boordje, maar die is zo ver. Nee, stil. Moet ik iets doen? Ah, nu zijn we terug.
Maar die kajakkers zijn nog ver, hè? We moeten naar voren kijken om te zien of we geen obstakels tegenkwamen. Ik moest ook naar voren kijken om te zien of we geen obstakels tegenkwamen. Dat was toch de taak van degene die vooraan zat, hè? Ja, oké. Okay. Ja, dus ik ga dan nu, ik laat dat los. Ja. Oké. Okay. Links van ons. Je hebt daar een loge dingetje, hè? En tot de laat mochten we? 16:30. Oh, dan hebben we nog wel veel tijd, hè? Oei, we zijn aan het wiebelen, Dries. Zijn we het, gaan we kantelen? Gaan we kantelen? Oké. Kapitein Dries aan het stuur. Ja. Nee, jij doet dat prima. Er is iemand. Dan horen we het daar niet meer hebben. Maar kijk regelmatig naar u. Doe het iets spannend. Ja, nee, veel van dat soort dingen wel lager. Ah ja, ik ga
nou, maar ik ga het even dus afzetten en dus over een ander standpunt nadenken. Ja, dan moet het toch... Mijn enige taak aan boord. Het zou vast zijn. En toen viel mijn zonnebril in de Middellandse Zee. Weer al. We gaan er gewoon een paar stukken uitknippen, denk ik. En ik zet er wel een muziekje onder. Dat zien er serieus. Nu gaan we naar rechte pad. Dat zien er serieuze mannen uit. Die gaan dat wel kunnen. Is het de bedoeling om de kajakker te rammen of zo, Dries? Je waart daar nog naar een toe varen. We gaan de rechte pad. Peace.